Ik ben Ron Persoon. Ik zit al 14 jaar in de sloop. Zoals Jaap al 14 jaar zijn profcarrière heeft. Ik lijk veel op Jaap, wordt verteld. Noorse uitstraling. Stevig. Groot, kale kop. Zoals hij ze aanval, sloop ik, graag bouwen. Er staat niet meer veel overeind, hè? Nee, dat klopt. Maar we zijn al een tijdje bezig hier, hè. Een week of acht. Een week of acht, kun je zeggen dat de eerste helft er misschien al op zit? Nou, bijna. De helft hebben we nog niet eens gehad, denk ik. We zijn nog alle puin op te sorteren en ijzer. We bouwen sloopafval. Wordt allemaal apart afgevoerd. Dus gaan we eerst gewoon de puin eruit halen, tot het wat netter lijkt. Hoe staat het nu voor jullie, 2-0? Nou, dit is nog een gelijk spel. Met de kerst staan we voor. Want we hebben een doel met de kerst en dat is deze vleugel af hebben. Dus er moet nog heel veel energie in. Ja, er komt nog heel veel energie in kijken. Ja. Sinds wanneer ben je eigenlijk echt fan van Jaap Stam? Nou, het is eigenlijk begonnen dat ik in de kroeg voetbal zat te kijken met mijn Engelse maten. En toen had je Engeland-Nederland. En Jaap Stam die voetbalde toen net bij Manchester United. En toen had hij ook een kale bats. En toen werd ik even mee gelijk eigenlijk. Zo is het begonnen. En toen had ik eerst een Nederlands shirt gekocht met Stam. Nummer 3 ook. En zodoende is het eigenlijk gaan gebeuren. Dus vanaf het moment dat Jaap Stam zijn kop kaal schoor, ben jij fan van Jaap Stam, echt fan van Jaap Stam? Ja, nou, dat ik hem even vergeleken werd eigenlijk. Zo is het begonnen. Jij was eerder? Ja, een paar jaar is ouder. Word jij vaak herkend als Jaap Stam? Ja, in het dorp, bij mij in het dorp. En als ik zelf naar Ajax ga en in het café, overal eigenlijk wel. En hier op het werk ook? Nou, dat zijn allemaal buitenlanders. Dat zijn Rotterdammers en Hagenezen. Dat zijn geen Amsterdammers. Wat is de rol van Ron? Is Ron de Jaap Stam van het bedrijf? Nou, Ron is voor ons de Jaap Stam. Bij ons in het team in ieder geval. Nou, je ziet, hij is op de achtergrond, is hij weer flink aan het slaan. En dat gebeurt nog wel regelmatig. En dat is, hij neemt meestal wel de voortouw en hij neemt de jongens mee. Dus ja, het lijkt ons, het is onze Jaap Stam, is het, ja. Net zo sterk? Absoluut, moet je mis achter me zien gaan. Het is altijd een beest, is het, echt waar. Niet normaal altijd. We zien al voor je dat je samen met Jaap hier een muur aan het slopen bent. Als hij er zin aan hebt, kan ik het wel voor me halen, ja. Je hebt zelf gevoetbald met net zoveel energie en passie als hier? Ja, voetballen. Ik heb 30 jaar gevoetbald. Dat deed ik met veel plezier, ja. Dus dit werk een hele goede training, denk ik. Dat zeker, ja. Zeker. Conditioneel, zou ik zeker weten. Gewoon een blok beton. Ja. Schakelde jij je man net zo uit als Jaap Stam? Nou, vroeger begon ik wel als laatste man, maar ik ben naar voren gehaald. Want ik kon beter doelpunten maken als uitschakelen. Oké, dus dat is een verschil. Ja. Heb je veel van Jaap Stam bij Ajax genoten? Ja, zeker. Van zijn rusjes. Van de verdediging naar de andere verdediging rennen. En dan er gewoon doorheen lopen alsof er geen man voor hem staat. Dat waren mooie momenten. Ja, dat zeker. En zijn enigste doelpunt die hij heeft gescoord van Ajax. Ja, hoe ging dat? Volgens mij was het een kopdoelpunt. Kun je dat nog nadoen? Een beetje misschien.
mooi. Jaap Stam gaat stoppen. Ja, we hebben een probleem. We moeten toch een goede terug zien te vinden daarvoor. Ik hoop dat dat gaat lukken. Maar ja, dat wachten we maar af tot volgende seizoen. Laten we eerst maar eens genieten van zijn afscheid. Aankomende zondag. Ben jij erbij? Ik hoop het.